Voor de Oost-Groningers is de zon weer een beetje gaan schijnen. De ploeg van trainer Martin Koopman stond na twee competitieduels nog met lege handen. Maar gisteravond aan de lange leegte tegen Cambuur wachten met name de 21-jarige Bulgaar Ivan Tsvetkov en de 35-jarige Theo ten Kaat uit Hollandse Veld de toeschouwers in extase. BV Veendam won afgetekend met 4-1. Tsvetkov, voor hem en voor Veendam bij de wedstrijd een blijspel en voor Cambuur een drama in optima forma. De Vriezen speelden aanvallend voetballen, vaak met vier man voorin en kregen aanvankelijk ook de betere kansen door Van Belen hier en Bruin. Maar speelden achterin ook 1-1 en gaven veel ruimte weg. En dat was een koofje naar de hand van Tsvetkov en ten Kaat. Actie van Van der Vlag, hij was buitengewoon attent bij deze kopbal van Bruin. Maar het zal maar kort duren, het overwicht van Cambuur. De aanval van Veendam, mooi teruggelegd door ten Kaat. Ten Kaat gaat diep aan de linkerkant van het veld en Tsvetkov maakt 1-0. Het is meteen de kentering in de wedstrijd. Van vervolgens zou Cambuur helemaal weggespeeld worden. Oosting gaat er langs. En stuit dan op de doelman Doron en heeft Tsvetkov de 2-0 op zijn schoen. Maar ook de Bulgaar, de topscorer van Veendam, mist ook wel eens. Vrij schop ten Kaat en mooi aangespeeld. De tegenstander van Tsvetkov van Schoonhoven durft niet. Heeft al een gele kaart en Tsvetkov prikt de 2-0 achter de doelman van Cambuur Doron. En de feestvreugde bij Klunder. Weer een mooie actie en let op ten Kaat. Ten Kaat met die gouden linkervoet. Het vuile werk werd opgeknapt door Heldens. Elegant overstapje Oosting. En Tsvetkov met nummer 3. In 9 minuten tijd. Een glaszuiver hattrick in 1 speelhelft. En dit is de geslagen man van Schoonhoven. Hij zou gewisseld worden. Maar eigenlijk een te late ingreep van zijn trainer Gert Kruis van Cambuur. Weer ten Kaat en weer een identieke combinatie. Ten Kaat is weg. Prachtige voorzet en deze wordt niet binnengetikt. En het was de mooiste harde voorzet van de wedstrijd. Van de voet van ten Kaat. Jammer dat dit geen doelpunt was. Cambuur sporadisch kon de fysieke overwicht voorin niet uitbuiten. Prachtig schot van Bruin. Maar Van der Vlag keepte buitengewoon attent. Hield Veendam in de beginfase van de wedstrijd ook op de been. Let op deze actie van Oosting, Berend Oosting, aanvankelijk de vierde spits van Emmen. Gekapt en de Ron denkt dat de bal in de andere hoek zou gaan. En hij is er buitengewoon blij mee. Heel Veendam trouwens. Gert Kruis, de trainer van Cambuur, beent boos weg. Donderspeech, ongetwijfeld. Hoekskop, begin tweede helft. Wordt niet helemaal goed weggewerkt door Berend Oosting. De bal wordt nog eens voor de doel geplaatst. En dan is het Van Belen. Van Belen maakt er 4-1 van. En die tweede helft was aanzienlijk minder van niveau. Wat onsamenhangend. En dit is illustratief voor de wedstrijd. Ten Kaat, het vuile werk werd opgeknapt door Heldens en ook door Prinsen. De lichtzinnig spelende Prinsen. En hij loopt nu al een kwartier met de bal. Van Gesthuizen in geen velden of wegen te bekennen. En daardoor krijgt Hobbelen nog een kans. Hobbelen speelde ook een aardige wedstrijd. We zitten dan in de slotfase. Chaos, werkelijk chaos in de verdediging van Cambuur. Maar de defensie van Veendam stak ook niet in een puikenvorm. Hendriksen, nog niet de grote regisseur. En hier heeft Veendam geluk, maar dat doet er allemaal niet toe. Het is gewoon een fraaie 4-1 overwinning. En Meijner Postma, oudspeler van Veendam, kan er gewoon om lachen. En ten Kaat moet wel even het publiek bedanken. En Koopman buitengewoon opgelucht. Ja, dat kan ik wel zeggen. We hebben twee tikjes gehad en Cambuur komt eraan en dat is niet de minste. Dan heb je denk ik aardig gedaan als je het afsluit met 4-1. Plus het feit dat je de eerste helft 38 minuten fantastisch hebt gespeeld. En dan krijgen we natuurlijk nog wel twee kansen en Van der Vlag die houden ons in de wedstrijd. Maar alles bij elkaar is het denk ik dik verdiend. Wat was de verdienste van Tsvetkov? Hij maakt 3 doelpunten, maar hij bouwt er ook genadeloos uit tegen Van Schoonhoven. Ja, dat klopt. Dus als je dus een situatie hebt en je speelt 1-1 tegen Tsvetkov, ja, dan moet je dus alleen fase 3 inschakelen, want dat is dodelijk voor een tegenstander. Dus ja goed, en die situatie die was rijp bij Cambuur, omdat Van Schoonhoven niet de snelste is. Over de grond aanspelen met een loopactie, ja, daar hebben we gewoon heel goed gebruik van gemaakt. Je zit nu weer lekker op je stoel na 3 wedstrijden van deze overwinning tegen Cambuur telt, want anders had je niet eens op je dag gekregen. Ja, nee, maar goed, iedereen die kent Henk Nienhuis en ik heb een fantastische band met hem. En, alleen je moet ook uitgaan dat een hoofdtrainer verantwoordelijk is voor de resultaten. En dat is nu makkelijk zeggen na een overwinning, maar ja, goed, dat voelde ik ook. En nu was het net het moment om toe te slaan.